Het standbeeld van de voormalige vakbondsleider Cyril Daal heeft sinds gisteren een nieuwe plek gekregen op het Pater Weidmanplein aan de Dr. Sofie Redmondstraat. Voorheen stond het standbeeld op het terrein van de moederbond aan de J. Latschmanstraat. Minister McAndrew, die verantwoordelijk is voor het arbeidsbeleid, was aanwezig bij deze ceremonie en gaf aan dat met de verplaatsing van het standbeeld van een privéterrein naar een openbare plek de waardering voor deze grote vakbondsleider beter tot zijn recht zal komen. De ambassadeurs van de Coöperatieve Republiek Guyana en de Democratische Volksrepubliek Algerije hebben op woensdag 23 november hun geloofsbrieven overhandigd aan president Santokki. Wir Genant Depu is de buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Guyana in Suriname. Abdel Kader Hajassi van Algerije is eveneens gevolmachtigd, doch resideert in Venezuela. President Santokki wees in een gesprek met de ambassadeurs op het belang van samenwerken op het gebied van voedsel- en energiezekerheid, toegang tot klimaatfinanciering en handhaving van vrede en veiligheid.